Terug op het vasteland gaan wij naar de volgende sidequest die zich bevindt hier in het dorpje. Bravely ran away. Best keep an eye on my drachmi. Ik heb mijn paard gesummerd, waarin ze niet. Oh, nu wel. Volos, let's go! Bravely ran away. Wat een goede titel voor een quest. Ik ben hier wat mensen omver aan het lopen. Dat lijkt me toch ook niet de bedoeling. Hier gaan we. Bravely ran away. En wat we dus gezien hebben zojuist, is dat we weer met een relatief kleine sidequest een cultist hebben ontmaskerd en hebben kunnen doden. We hebben voor een aantal cultists ook wat hints gekregen. Uiteindelijk wordt het dus mijn doel nu om de sidequests te doorlopen. En als we dan uiteindelijk de cultists hebben verslagen, dan is het daarmee klaar, dit avontuur. Wat gaat deze volgende sidequest ons opleveren? Er staat daar iemand op het dak, stond klaar om te springen, dat hadden we net gezien. Ik denk dat we hem moeten stoppen. Something to live for. No, not for me. I've got nothing. I am nothing. This isn't even armor. It's my mother's third favorite serving tray. Third favorite serving tray. Goeie armor. You look like a warrior to me. Even warriors feel fear. There is no shame in it. Fear helps us survive. It's temporary, but honor is not. You'll find no honor jumping off this building. Precies. Only death. Talk to me. Honor. Yes. My village. We're poor. We get little trade, fewer visitors. We're dying. I was chosen to kill the Minotaur, hoping it would make us famous. Put us on the map. Save us, maybe. The Minotaur is dead. I'm no Minotaur slayer. I got robbed by a tiny tour guide my first day here. The Minotaur is already dead. I killed it. You? No, I was supposed to do it. Sorry. Then my people are doomed. Minotaur slaying isn't for everyone. Even if you go home without the beast's head, there will be another way to save your village. You're right. All I have to do is lie to everyone. Nee. Do not put words in altijd my mouth. Eerlijk zijn. They're good words. My people are kind and loving and somewhat dim. Really? Hard to believe. I just have to make them think I've killed the Minotaur. Our village will become a shrine to me. The new Theseus. Maurice the Magnificent. Slayer of the Minotaur. We would prosper again. Sounds like a dream. A dream where people care about my village, trade with it. That's a dream worth having. A little convincing. Like a regal, conquering Minotaur killing hero. Best steal the Pefka leader's shiniest armor. Oh, and a leader weapon. Something I can say I pride from the Minotaur's. Steal the Pefka leader's shiniest armor. Dead hoofs? Lekker hoor, we gaan hem helpen. Spullen stelen van de leider van het eiland. Dat is een goed idee, zeg. Is there anything else I can tell you? An axe that looks like you've looted it from the corpse of a Minotaur. Is there a merchant for that in Pefka? When I first arrived, I had rumors of a legendary axe being kept in Fort Lato. That's where you'll find what I need. What's so special about this axe? They say Theseus touched it twice. I'm sure Theseus handled many axes in his time. Well, yes, but he touched this one twice. Now that's the sort of axe you'd expect a Minotaur to wield. Okay. You mentioned the shiniest armor was the Pefkan leader's. Where does he keep it? Somewhere safe. Somewhere where little street kids couldn't steal it. We gaan spullen stelen uit het huis van de leider van het eiland. I've heard enough. I'll find you an axe and armor worthy of a true Minotaur slayer. Just don't jump. I wouldn't think of it.
Bravely ran away. Komen ze erop. Allemaal hoge level mensen. Nee, ik ben niet voornemens om hier iedereen om te leggen. Ik wil gewoon die spullen stelen. Iedereen die ik kill is wel gaat gelijk die power level omlaag van die boss, van die leader. Ik zeg boss, dat bedoel ik niet. Haal op weg. Moet hier naar binnen. Kapot, het touwtje. Nee. Het luik moet toch open kunnen op de een of andere manier. Nee. Waarom niet? Dat weet ik niet. Ik moet deze kamer toch in. Als het niet hier vandaan kan, dan moet ik kijken waar het dan wel vandaan kan. Ik zoek dan een ingang. Nu kijk ik aan de andere kant op. Kan ik hier naar binnen sneaken? Ja. This is the armor Maurice described. It is shiny. Zeker shiny. Oké. En voor die andere moet ik naar Fort Lato. Dat is dat fort daarboven. Nou, ik ben in elk geval hier nu de leader house uit. Ik heb spullen gestolen zonder gezien te worden. Dat is mooi. Daar bovenop, dat Minotaurus standbeeld is weer een fast travel point, denk ik. Is wel een mooi standbeeld hier zo bij aan het water. Minotaur Hills. Fort Lato, kijk eens wat een volk, jongen. Wat een volk. En wij gaan daar inbreken om een bijl te stelen. Zo zijn wij. Common thieves. Icarus vliegt daarboven ook. Common thieves, de nation chest. Oké. Klaar om geloot te worden.
Nation Chest. Die staat gewoon hier onbewaakt bovenop, lijkt het. Ja. Dat weet hij. De kist die ik zoek is hier binnen. Een slapende soldaat die toevallig nu net wakker wordt. Nee, hij is niet hier binnen, de kist die ik zoek. Hij is hier onder dit tentcel. The man from the roof wanted. It's pretty heavy. I wonder if he could even lift it. Now I have both items the man on the roof needs to bring glory back to his village. I better get these to him before he actually jumps. The man on the roof. Zou die in de tussentijd van het dak af zijn gesprongen? Zal toch niet? Nou, we hebben alles gevonden. Terug naar die man. En we hebben alles gevonden in stealth. Ongezien. Wel wat mensen om moeten leggen. Maar ja, goed, je kunt niet alles hebben. De man op het dak. We hebben ook de Nation Chest gepillaged. Daarmee deze leader weer wat verzwakt. Kijk, je weet maar nooit. Sommige cultists zijn leaders. Dan hebben we hem in elk geval wat verzwakt. I have everything you need to successfully lie to your people. Oh, fantastic! And fear not, friend. This is a lie that will save my people. It'll put us back on the map. Well, can I have my items now, please? Tuurlijk. Of course. The axe and the armor are yours. Just turn around for a second while I change. Kijk hoe hij eruit ziet als held. Oh, you look heroic. Like a warrior who could kill a whole family of minotaurs. Really? You're not just saying that. I mean it. Hij ziet er inderdaad geweldig uit. I'm intimidated by you now. Wow. It's okay, guys. I'm a hero now. I'm coming down. Hij heeft wel een zwaard op zak en niet een bel. I feel pretty heroic. Bravely ran away. Lekker. Weer een sidequestje. Complete. En dat betekent ook dat wij in de volgende video door kunnen met de volgende sidequest. En dat zal hier zijn. Enter de arena. Ik ben benieuwd. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog die fast travel daar bovenop pakken, denk ik. Is dat een idee? In een brandend ding springen is ook heel verstandig. Enter de arena. Ja, ik wil eerst nog die fast travel pakken voordat we naar de volgende video gaan. Dan heb ik die in elk geval voor future reference. Kijk. De arena. Mayon. Die hadden we net al gezien. Maar er zijn dus twee arena's, lijkt. Of we hebben Mayon nodig om ons de weg te wijzen naar de arena. Want in de arena moeten we ook weer vechten met een cultist. Is de gedachte. Hé, ik word aangevallen. Waarom? Wat is deze? Wat zijn dit, bendis? Waarom word ik aangevallen? Waarom valt die vrouw mij aan? Het is een cultist guard. Ze is nu op haar bek geslagen. Bloed. Gewoon een random cultist guard op straat. Met zo'n masker op. Het was nog mooier geweest als het daadwerkelijk een cultist was geweest. Zoals toen met die boot. Dat ik gewoon random een boot aanviel en dat er een cultist op bleek te zitten.
Het Minotaurus standbeeld. Gaat ons hier verder helpen. Nou, nog een vers treffen. En daarmee beëindigen we deze video. In de volgende video gaan wij daar naar, Mayon. Die ons iets gaat vertellen over de arena. Wij zien jullie graag weer daar. Joejoe.